Björn Vlemings, 3 doelpunten vandaag. Ja, altijd leuk hè, voor een aanvaller. Ja, leuk inderdaad. Maar het belangrijkste is dat we vandaag toch weer met grote cijfers winnen. Tegen een moeilijk bespeelbare ploeg. Verdedigend heel goed staan en ja, krachtig. Ik heb de eerste helft 2 broodnodige saves moeten doen. Tweede helft ook. Dus ik ben wel zeer tevreden over mijn wedstrijd. Ik herinner mij in de tweede helft een schot van op afstand. Ja, waar je eigenlijk bijna een wereldsave doet. Hè. God, ja, een wereldsave. Ik zag de bal goed komen. Kwam van ver. Dus... Er zat wat een curve in, een draai, maar de bal kwam naar me toe, dus ik liep goed naar mijn hoek en ranselde hem uit. Dus goeie save, denk ik. Ik probeerde vooral mijn taken uit te voeren die ik opgelegd kreeg. En de bal goed binnen het team te houden. En zo mee te doen aan de opbouw en kansen te creëren voor de ploeg. En niet onbelangrijk, je hebt vandaag een assist afgeleverd. Ja, het is natuurlijk prettig als je een assist kan leveren. Dat heeft u een goed gevoel als speler en het is goed voor de ploeg ook. Een doelpunt in de eerste minuut, heb je dat ooit al eens kunnen waarmaken? Nee, nog nooit, maar ik heb het wel gevoeld vandaag. Dus, de keeper, ik ga druk zetten en die trapt naast je bal en het was op de andere balkjes. Dus ja, kijk, dat kan gebeuren. Het was pijnlijk. Maar goed, ik ben blij met mijn doelpunt en dat was het belangrijkste. Een nieuw seizoen betekent nieuwe truitjes. En ook dit jaar zien de clubshirts van Puma er weer fantastisch uit. Daarom kan je dankzij Club TV 10 gesigneerde thuisshirts winnen. SMS als de bliksem Puma naar 6565. En wie weet loop jij straks met het gloednieuwe truitje rond. Veel succes!